weggaan met je auto kan een hele belevenis zijn. Het parkeren een heel stressvol gebeuren. Dankzij de 4411-app of 4411-app maakt het je leven al iets makkelijker. In deze video bespreken we hoe je hem juist gebruikt. Wil je hem gebruiksklaar maken, met andere woorden installeren? Bekijk dan zeker onze andere video waarin wij jou stap voor stap uitleggen hoe je hem juist kan installeren. Ik zal de link onderaan in de beschrijving zetten. Maar voor we beginnen, ik ben Inia, een leercoach bij VIV VZW. En VIV is een sociaal-culturele vereniging voor en door ouderen. Dus ben je geïnteresseerd in alle activiteiten die wij het hele jaar door organiseren? Bekijk dan zeker onze website. En wil je op de hoogte blijven van nieuwe toekomstige video's? Abonneer dan zeker op ons kanaal. Goed, maar dan nu de 4411-app. Hoe gebruik je hem nu? Vooraleerst gaan we de app natuurlijk openen op onze smartphone. Voor deze video gebruik ik een Android-toestel. Nu, niet getreurd, iOS-modellen, Apples, die hebben ongeveer hetzelfde. Dat ziet er eigenlijk helemaal hetzelfde uit. Dus we openen de app en die brengt ons direct naar onze huidige locatie. Nu, omdat ik momenteel van thuis uit aan jullie toon hoe die app werkt, kan je zien, ik woon aan de Dender. Exact daar. Nu, stel dat ik even met mijn vinger over het scherm zou vegen en ik weet niet meer waar ik ben, kan je altijd op het zoekbolletje duwen. Wanneer je dat doet, brengt hij je terug naar je huidige locatie. Nu, in de meeste gevallen gaan we de app pas gebruiken wanneer we effectief op de locatie zijn waar we wensen te parkeren. Nu, vandaag gaan wij naar het station van Aalst en we gaan daar een parkeerplek zoeken. Dus ik zoek naar Aalst, dan komen we op Aal, Aal 1, dan gaan we naar de regio Aalst. Ik zoek naar het station, daar zo. Ik zoek naar het station. Voilà. En vervolgens zoek ik een straat dichtbij het station waar er een parkeerautomaat staat. En die zien we hier. Dan tik ik deze aan. Ik vergelijk Aal 1, Aal 1. Dat klopt. Nu, het kan zijn dat er meerdere dezelfde naam hebben. Dat wil gewoon zeggen dat de parkeerduur en het tarief hetzelfde zullen zijn. Zo, ik heb gekozen en mijn parkeersessie gestart. Nu zien we dat we bij actueel staan. En actueel wil zeggen dat we op dit huidige moment onze huidige sessies kunnen bekijken. Welke parkeersessies er lopende zijn. Ik zie dat ik ongeveer nog een twee uur resterend heb om te parkeren. Ik wil toch wat meer details, dus dan duw ik eens op het pijltje. Daar kan je de parkeerlimiet terugvinden en de app zal je zelfs laten weten wanneer deze bijna verstreken is. Dus dan krijg je een melding. Pas op, nog een half uur en het is gedaan. Ik zie hier ook mijn huidige prijs. Ik kan mijn voertuig terugvinden. Ik zie waar ik sta en hoe lang ik er al sta. Dat kan je allemaal terugvinden. Nu wil ik stoppen, dan duw ik gewoon op stop parkeersessie. Uw sessie is gestopt. Prijs totaal 0,45 cent. Oké. Niet veel aan te doen natuurlijk. Nu zien we dat we bij historiek terechtkomen. Nu, historiek wil zeggen dat je daar alles kan terugvinden van je parkeersessies. Dus vrij handig als je bijvoorbeeld een onkostenformuliertje moet ingeven. Dan kan je direct de historiek raadplegen van je vroegere parkeersessies. Ik kan zien hoe lang ik daar gestaan heb, hoeveel ik heb moeten betalen en om welk uur ik het parkeerticket heb aangekocht. Wanneer we bij account kijken, dan gaan we onze persoonlijke gegevens zien. Wij kunnen daar terugvinden
welke betaalmethode we hebben gekozen, of we die willen aanpassen, welke voertuigen er geregistreerd staan op nummerplaat, zodat de nummerplaatherkenning of de parkeerwachter de sessie kan nagaan. Uw afschriften, je wachtwoord wijzigen, dat kan allemaal via je account. Je kan ook zeggen, ik wens te stoppen met deze app. Dat is geen probleem. Dan kan je je account verwijderen of gewoon afmelden. Dat is ook een mogelijkheid. Wil je alsnog een nieuwe parkeersessie starten? Dan ga je terug naar nieuw. Vervolgens kan je daar ook meerdere zaken of diensten terugvinden. Sommigen gaan dat al op hun scherm hebben zien staan. Bij anderen die gaan van onder naar boven moeten swipen op hun scherm. Daar kan je de keuze maken tussen straatparkeren, wat we hier net hebben gedaan. We hebben een parkeerloket. We hebben een parkeermeter gekozen op straat. We kunnen ook garage parkeren via ticket of via nummerplaatherkenning. Maar je kan er ook voor kiezen om een lijnticket of een NMBS-ticket te kopen. Aanvragen. Je kan zelfs elektrisch opladen. Je kan je wagen opladen. Zo, dat waren eigenlijk de grootste stappen van hoe je de app nu eigenlijk moet gebruiken. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Blijf zeker op de hoogte door te abonneren en hopelijk tot snel!